Wat fijn dat u hier allen bent. In dit prachtige stadshotel van Ed en Wiedeke. En ik dank hen dat wij hier vanavond onze nieuwjaarsreceptie mogen houden. Muren slechten geeft nieuwe perspectieven. Dames en heren, ik weet niet of het u is opgevallen, maar als u aankomt rijden vanuit de Utrechtse Straatweg richting Oostdam, dan kan het niet anders dat u kunt constateren dat daar een openbaring heeft plaatsgevonden. Na het afbreken van de tuinmuur hebben we als Woerdenaren weer prachtig zicht op Villa Rijnoord. En is de tuin hersteld met respect voor historie. Daarnaast wordt door de gemeente hard gewerkt aan de toegang tot het Bredius-park. Inmiddels is het beheer en onderhoud overgedragen aan Stichting Landgoed Bredius. Een particulier initiatief waar nu 14 organisaties deel van uitmaken. Een plan is opgesteld om via burgerparticipatie het park beter te onderhouden, te herstellen en te ontwikkelen. Zie hier het resultaat van het afbreken van muren, bureaucratie en gebaande paden. Ontstaan is een wenkend perspectief. Een toegangspoort tot het Groene Hart. Een museaal landgoed van de 19e eeuw, maar bovenal een prachtig aanzicht wanneer je Woerden binnenkomt. En met de in ontwikkeling zijnde bebouwing van het Defensie-eiland en het zicht op het kasteel is er sprake van een ambiance die er zijn mag. Ik ben begonnen met het Bredius-park, maar er zijn inmiddels meer inwonersinitiatieven die er zijn mogen. Ook de exploitatie van twee zwembaden in Woerden en Harbelen komt onder regie van inwoners te staan. Wat te denken van de sleutelclub in Kamerik? Fontein, spelende kinderen. De koe onthuld. Inrichting speelplantsoen de Brouwstraat of het stadslandbouwproject in Barwoutswaarder. Kijk, daar ben ik nou trots op. Woerden durft te kiezen andere wegen te bewandelen. Dat is bijzonder. Dat durft uw raad. Dat durft uw college. En dat durft u kennelijk allemaal. Want u heeft hen onlangs gekozen. Waar het coalitieakkoord zegt dat inwoners maximale invloed moeten krijgen, gaat het college een stapje verder. Co-creatie is voor ons de kernwaarde. Wij willen het samen met u doen. U stuurt ons en niet andersom. Wat wilt u realiseren in Woerden, Harmelen, Zegveld of Kamerik? Waar ligt uw hart en dat van uw buren of inwoners verderop? Wij willen de dingen aan u overlaten. Niet omdat het per se goedkoper is, dat mag natuurlijk altijd, want we blijven gewoon anders, maar omdat Woerden uw gemeente is. We zien het als onze taak om u te helpen bij het realiseren van uw wensen. Daarbij wegen we natuurlijk wel de wettelijke kaders en het draagvlak af. Bent u de enige in uw straat die iets wil en zijn de anderen er tegen, dan snapt u het wel, dan wordt het een beetje lastiger. Maar vindt u enthousiasme bij medestanders, dan zijn wij minstens zo enthousiast. Muren slechten, nieuwe perspectieven. Dat geldt ook voor de zorg. Vanaf heden hebben wij als gemeente de verantwoordelijkheid voor veel meer taken op het gebied van zorg en welzijn, jeugdhulp en werk en inkomen. Daarin is door de Raad van Woerden heel veel geïnvesteerd. Ondanks dat we daar minder middelen voor hebben gekregen van het Rijk, geeft dit wel nieuwe perspectieven. U komt meer centraal te staan, niet het systeem of de regels. Als hulp nodig is, willen we ervoor zorgen dat u de regie behoudt via een centrale plek. Woerden wijzer. Eén huishouden, één ondersteuningsplan, één coördinator. Dicht bij u en met respect voor de oplossingen die u zelf voor ogen heeft. We zijn er klaar voor, maar nog niet klaar. Deze beweging gaat door. Samen met inwoners en organisaties gaan we aan de slag. Opdat iedereen kan rekenen op steun om zijn of haar leven goed te kunnen inrichten. Ook hier weer een prachtig inwonersinitiatief.
Zegveld zorgt. Een bijzonder initiatief van het dorpsplatform Zegveld dat een zorgcoöperatie door en voor het dorp wil oprichten. En we blijven als woorden naar nieuwe mogelijkheden zoeken in de zorg. Zo zijn we pilotgemeente in het kader van het persoonsgebonden budget. Ook hier nieuwe perspectieven. Muren slechten, nieuwe perspectieven. Dames en heren, bij Woerden houdt de wereld niet op. Integendeel. De economische situatie en politieke onrust in de wereld treft ons ook. Veel mensen hebben hun baan verloren. Bedrijven en ondernemers hebben het moeilijk. De kloof tussen hoogopgeleid en laagopgeleid groeit. En daarmee ook de kloof tussen arm en rijk. Dat vraagt meer dan ooit om solidariteit. De voedselbanken hebben het drukker dan ooit. Ook internationale situaties treffen ons. Het lijkt soms zo ver weg, tot het ineens om de hoek blijkt te zijn. En dat gold zeker voor het ongeluk met MH17. Jonge mensen uit onze gemeente kwamen hierbij om en dat trof ons in het hart. Het condolianceregister dat deze zomer in de hal van de Petristoren heeft gelegen, laat zien hoeveel mensen zich hierbij betrokken voelden. Ook de recente aanslag in Parijs komt hard binnen. Dit is ook een aanslag op onze democratie, waarin het recht op vrijheid van meningsuiting en overige vrijheden een fundamenteel grondrecht zijn. Mensen voelen zich door al deze zaken steeds meer onzeker. Het zorgt zelfs voor afkeer, onbegrip en populisme. We trachten de wereld niet meer tot in haar diepste wezen te doorgronden. We trekken muren op. Maar ook hier geldt dat we die muur van individualisme en simpelheid moeten slechten. Het perspectief verandert niet als we niet over onze schaduw heen springen. Juist nu moeten we staan voor verbondenheid, samenhorigheid en solidariteit. Staan voor de fundamentele grondrechten die we zo zorgvuldig met elkaar hebben opgebouwd. Angst en onzekerheid omzetten in vertrouwen. Geen gelegenheid geven een wicht te drijven tussen bevolkingsgroepen. Doorgaan met de dialoog. Dat geeft perspectief aan de toekomst. Samen in vertrouwen werken aan de toekomst. Dat doet ook onze ambtelijke organisatie. Deze is per 1 januari uitgebreid met die van Oudewater. 2 gemeenten, 1 ambtelijke organisatie. De krachten zijn gebundeld om beide besturen te versterken en de dienstverlening aan de inwoners van beide gemeenten nog verder te vergroten. U kunt trots zijn op uw gemeentebestuur. Zij durven andere wegen te bewandelen. Weet dat ze naast u staan, maar mogelijk willen wij u helpen om uw idealen in deze gemeente te realiseren. Stimuleer ons erin, daag ons uit en kom met initiatieven om het in Woerden nog leuker, spannender, mooier, groener, duurzamer en ook socialer te maken. Ik vraag u elke dag de keuze voor Woerden te maken. Wees actief in uw gemeente. Daar waar uw hart ligt en daag ons als bestuur uit om met u mee te gaan. Ik wens u allen het goede toe en veel gezondheid. Laten we alle muren slechten om te beginnen in Woerden, want het zal u nieuwe perspectieven brengen. Dank u wel. Dit is Woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.